Ik vind dat er veel te veel wordt gekeken naar medicatie en allemaal andere gifmiddelen. En ik vind dat het tijd wordt om aandacht te besteden aan de patiënt zelf en het welzijn van de patiënt zelf. En niet meer een patiënt te noemen, maar een mens. En ook zo mee omgaan. Ik heb een aantal jaren geleden kanker gekregen en dat probeer ik nu op een natuurlijke manier te lijf te gaan. En ik denk dat een plek waar mensen terecht kunnen en dan kunnen praten over alternatieve geneeswijzen, alternatieve voeding, dat wel erg wenselijk is. Want in Nederland is daar gewoon nog geen plek, is daar nog niemand voor die dat op zich genomen. Een gezonde omgeving bestaat uit mensen die je serieus nemen, die ook aandacht hebben voor de niet-materiële dingen en die een gevoel van feel good optimaliseren. Ik ben daarom bij dat prachtige project van Vitanus betrokken geraakt en ik vind een centrum wat zich hierop richt en wat dus ook heel uitgebalanceerd naar gezondheid krijgt, iets wat deze tijd heel hard nodig heeft. Ik had een droom, een geweldige droom van Vitanus. Een droom waar tussen heel veel mensen in geloven. Waar je duurzame en ecologische architectuur vindt. In harmonie met de natuur. Een plek waar mensen kunnen herstellen, kuren en detoxen op een holistische wijze. En waar geluisterd wordt naar je behoeften. Een plek waar zowel artsen en therapeuten van reguliere en complementaire zorg samenwerken. Vitanus, kies daarvoor.